Ja, stel je voor dat je een supercar hebt aangekocht en dat je die gewoon achter in een weiland parkeert en eigenlijk nooit meer naar omgekeken hebt. Je kunt wel zeggen dat dit een gevalletje is. Het begin van het bezit is het einde van het vermaak. Waarom heb je dat ding in godsnaam hier neergezet? Ja, niet iedereen hoeft je auto te zien vanaf de straat. Die man die heeft me opgebeld, is een klant van zo'n jaar of vier geleden. En zegt van, joh Rick, ik kan er eigenlijk niks mee, ik moet een bedrag X voor hebben. Is dat niet wat voor jou? Nou ja, met het bedrag ben ik het nog niet eens, maar dat weet hij nog niet. Maar dan gaan we hem dadelijk wel eventjes vertellen. Dat vind ik belachelijk, hier met die camera erbij, dus dat slaat nergens op. Dat had je niet hoeven te komen. Dat had je van tevoren kunnen zeggen, want heeft... gaan wij geen zaken voor doen. Dat gaat niet gebeuren. Ik moet er ook weer een hoop geld in steken. Ja, dat moet je niet, dat wil je zelf. Laat maar, dat heeft helemaal geen zin. Nee, Rick. Daar gaat het nergens over. Dat wordt helemaal niks. Dat is niet het enige. 1 juni aanstaande. Vergeet het niet in je agenda te zetten. De Concours, de Elegance, de open dak bestipt, de werkplaats is geopend. Hartstikke leuke dag en prijzen tot en met 10.000 euro te winnen. Door de mensen die daar zijn. En wij gaan vandaag die BMW 550 gaan we ook afleveren. Maar of dat die me houdt, ik betwijfel het. Ik ga er eerst een maandje in rijden en ik denk dat ik er daar gewoon knaken van maak. Want in principe rij je gewoon diesel en dit is benzine. Nou, hij ziet er verder goed uit, dus niks op aan te merken, eigenlijk. En tot slot is die BMW 740i is eindelijk fabrieksnieuw. Ja, ik kocht hem aan en ik heb er echt heel veel onkosten aan gehad. En zelfs als je Rick van Stippend heet, ik heb die auto ongeziens aangekocht. Ik ben zwaar de boot ingegaan. Hieronder zit zelf helemaal vol met steenslag. Nieuwe PDC's erin. Er was een hele buts ingereden. Het was helemaal met een spuitbus. Het zag er gewoon werkelijk niet uit. Maar dat ga ik je dadelijk uitleggen. We gaan eerst even kijken of dat we met deze man een deal kunnen maken. Lang geleden. Dat is zeker lang geleden. Ja, had je 4? Dat zou wel kunnen, zoiets. Ja. Ik hoop dat jullie het zien, mensen. Het is natuurlijk wel een beetje... Zal ik even buiten rijden of zal ik licht aan doen? Maar je hebt weer iets waarvan je denkt, dat is echt iets voor mij, maar... Ja, meer voor jou dan voor mij ben ik nou achter. Ja. Ik weet natuurlijk wel wat het is, maar de kijker thuis niet. Nee, die... Maar waarom woon jij hier nog steeds? Omdat het nog steeds kan. Maar 4 jaar geleden zei je al van, hier moet ik toch wel een keer weg. Ja. Maar waarom heb je dat ding in godsnaam hier neergezet? Ja, niet iedereen hoeft je auto te zien vanaf de straat. En hij kan niet in mijn schuur, want ik ben een bootje aan het opknappen. Oké. Maar, hier zie je hem niet staan. Het is wel een dikke auto, hè? Ja, hè? Oh. En keramisch? Ja, het is wel weer een dik apparaat, uiteraard. Ja. Jezus. Ja, dat zal wel lopen, hè, zo'n ding, hè. Oh. En ik weet het, want ik heb er zelf ook één. Oh, je hebt er eentje? Ja, ik heb er één. Eindtipjes, ook zwart. De logootjes wel nog mooi zilver. Het is toch niet mijn auto, ik ben meer een BMW-man. Ik heb denk ik een RS6, iedereen heeft erover, ik wil ook een keer proberen. En het was niet de duurste van Nederland. Maar, rijdt hij wel goed? Ja, hij rijdt goed, de auto is prima goed. Oké. Ja. Hij is niet uitgeleefd of zo, hè? Nee, maar dan had ik hem ook niet gekocht. Nee, precies. Als je al een dikke auto wil, dan moet het zoiets zijn. Dat dacht ik dus ook. Kijk, jij bent natuurlijk best wel bescheiden dan in de zin van dat je er niet mee gezien wil worden, maar je koopt het wel. Ja, ik wilde wel een keer gehad hebben. Maar nou ik hem heb, denk ik ook van ja, dit alles zwart, snap je, is ook eigenlijk niet mijn ding. Maar goed, de prijs was goed en ik denk, daar kan ik allemaal nog wel een keer aanpassen. Ja. Maar ik ga hem toch niet houden. Snap je? Ja. Er zitten die turbo's allemaal onder. Kijk, zie je dat? Ja, dik, mooi, hè? ja, mooi, hè? Ja, dat is dik. Dat loopt, jongen, dat kreng. Dat is niet normaal. Weet je wat we doen? We gaan eerst even naar die 740i. Kan ik je daarvan alles laten zien? Dan kan ik ook uitleggen waarom dat ik zwaar de boot in ben gegaan. En dan gaan we daarna eens even kijken of dat we een deal kunnen maken. Ja, deze auto had ik dus eigenlijk afgeschreven. Zo moet je het zien. In mijn hoofd dan, zeg maar. En nu is hij gewoon letterlijk alsof hij zo van de band is gerold. Deze BMW 740i van 1992, oftewel mijn geboortejaar.
En ze zeggen natuurlijk niet voor niets, mooi zwart is niet lelijk, maar unikleur, letterlijk tadeloos, geen krapje, geen deukje, geen krasje, geen oneffenheid, helemaal niets. Alles is gedaan. Ik bedoel, verloesten. Alles is gedaan. Niet normaal gewoon. En dan dat beige leer van binnen. En dus bij een vaste relatie aangetroffen en ik dus die man opgebeld en zeg van, goh, ik wil die in die auto hebben, is dat wat voor me? Zeg van, joh Rick, dat is helemaal jouw auto, dat moet je doen. Wat een ding, hè? Niet normaal. Maar ja, goed, uiteindelijk had ik hem en de auto was betaald. Maar toen heb ik hem toch wel even gebeld. Dus even, goh, wat je me nou geleverd hebt, dat is echt buitensporig. Dus dan heb ik wel nog een compensatie gehad van 2500 euro. Dat moet ik ook heel eerlijk toegeven. Maar daar heb ik natuurlijk nooit mee gehaald. Want de technische beurt was al 6.600 euro heb ik daarvoor betaald. Want de karter en al was krom. Er zat een hele buts in. Het was gewoon echt onverantwoord. Heel de kadanas was krom. Er zaten van die Hifli-banden onder. Hifli. Verschrikkelijk. Hier, ik kan het er bijna niet eens uitspreken. Wie zet er nou Hifli-banden onder zo'n auto? Dus, waren overigens splinternieuw, hè? Eraf gehaald, weggeflikkerd en gewoon Continental eronder gedaan. Maar ga je dat allemaal tellen? Ja, hé, hey, kijk eens even die onderkant. Wat is die mooi, hè? Oh, als je dit toch weet hoe dat dit eruit zag, jongen. Niet normaal. Kwaaltje van dit type is ook, wat hieronder zit, zat helemaal vol met steenslag. Onderkant van de grill, kunststofstrips, gerepareerd, nieuwe PDC's erin, want daar zaten ook allemaal beschadigingen op. Zo, niet normaal hè. En dit viel dan eigenlijk wel weer mee, daar moet ik dan ook wel eerlijk over zijn. Dit is alleen schoongemaakt. De kleppendeksels zijn ook niet gespoten, maar die kunststofafdekkap wel. Want hier zaten hele lelijke lijmresten op. En als we dat eraf poetsen, dan ging de lak er ook vanaf. Dus dat is allemaal aangepakt. Voor de verder is wel wat detailleerwerk. Paravan, et cetera. Ruitenwisselarmen, gestraald en gespoten. En voor de verder is hij eigenlijk helemaal origineel. En alleen goed poetswerk. Nou, eind goed, al goed, zullen we maar zeggen. Laten we even teruggaan naar de RS6 om te kijken wat we daarvan kunnen maken. En dan ben ik benieuwd voor welk bedrag dat die afscheid wil nemen. Maar ik kan je wel zeggen, want ik ken het item al, dat gaat niet makkelijk. Niet normaal, hè? Nee, dat is niet normaal, nee. Ja, maar waarom ga je zoiets wegdoen, joh? Ja, omdat het is gewoon niet mijn auto, dus nee. Nee, maar je hebt hem gewoon voor heel weinig aangekocht. Dus je vraagt mij een prijs, daar kan nog wel wat vanaf. Nee, ja, hij is marktconform. Maar ja. Even kijken, die velg rechts voor Pieter, die wil ik wel even zien. Hier inderdaad, ja. Ja. Het is wel wat schade gehad. Gelukkig heeft hij wel de keramische remmen, want dat is wel echt een pre. Heb jij hem in de verzekering zitten? Nee, ik heb hem geschorst. Geschorst. Dan ja. Even de groene platen erop, dan kunnen we even rijden. Dat is goed. Check. Ik vind het ook een gaaf geluid, maar ook te veel af en toe. Maar te pauper dan of zo? Ja, te aanwezig. Te pauper wil ik niet meteen zeggen.
Nou, je hoort hem nu niet. Nee, nou niet. Ja, ik vind het echt een waanzinnige auto. Ook gewoon qua dashboard, weet je wel. De combinatie tussen analoog en zeg maar digitaal. Tegenwoordig heb je één groot scherm. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Ja. Ik vind het echt verschrikkelijk. Dit is de max, wat mij betreft. Ja. Maar je hebt wel gewoon knoppen, weet je wel. Je kunt het gewoon bewegen. Het is tastbaar. Zij zijn koor. Ja. Koppel, hè. Pol. Wat een apparaat, joh. Hè? Ja. Het heeft wel iets. Ja, het heeft wel iets, ja. Nou, ik heb het wel gezien. Dus we gaan weer terug. Ja. De kippen BMW overigens. Daar gaan we eerst even naartoe. Dat is die weggeef 550i. En ik ben heel benieuwd of dat hij hem houdt. Of dat hij hem direct verkoopt. Rick van Steppend. Hendrik. Hallo Hendrik. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik wil u van harte feliciteren met de BMW 550i. Nou, super, bedankt. Nou, even kijken of het wat is en anders maken we er knaken van. Ja. En nog een vlaaitje erbij. Nee, oh. Fries oranjekoek, hè. Oh, lekker. Kijk eens. Ja. Is dat speciale room? Ja, je kan het ook met slagroom krijgen, maar dat blijft niet zo lang goed in de auto. Hartstikke goed. En hoe zeggen ze dat bij jullie? Je zult een dikke koppel houden. Wat voor ding? Ik zeg, je zult je dikke koppel houden, zeggen ze dan. Ja, 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 zeker. He? Dat is geen twijfel mogelijk. Ja, super. Ik ga er eerst een maandje in rijden en ik denk dat ik daar gewoon knaken van maak. Want in principe rij je gewoon diesel. En dit is benzine. Ik heb mooi op een zaak tanken, is veel goedkoper. Dus ik denk dat die met een maand of anderhalf, twee weggaat. Zo. Nou. Ja, daar zit een kleedje overheen, hè? Ja. Ja. Ja, maar weet je wat het is? Er zijn heel veel mensen, dat is een beetje een soort taboe. Die zeggen van ja, moeten ze een contract tekenen, want dan winnen ze een auto. Maar dat is natuurlijk allemaal lariekoek. Ja. Want je bent gewoon winnaar. Of je bent het niet. En als jij zegt, ik maak er vandaag knaken van, dan is dat jouw goed recht. Ja, ja, ja. Maar hij ziet er gewoon netjes uit. Dus, niks op aan te merken. Eigenlijk. Zullen we eens even kijken of dat past? Want ja, ik heb mijn buikje wel bij me. Dan zie je, dat krijg jij straks ook met al die. Ja, dat krijg ik straks ook, ja. Met al die gebakjes en acties wat je allemaal hebt. Ik ben dadelijk zelf een gebakje. Ja, nou, hij zit goed. Ze wilden er ook al mee naar 1 juni. Hadden jullie zo'n een of andere bijeenkomst? Ze zijn mooi daarop. 1 juni, het is goed dat u het zegt. 1 juni, Concours d'Elegance. Ook lekker wat te eten trouwens dan. En dan had ze het over, dan wou ze haar voor aanmelden. Dan gaan we een derde, een tweede en een eerste prijs uitreiken. Waarvan de eerste prijs 10.000 euro is. Dus echt wel de moeite waard om dus langs te komen als je wint. Ja. Transformatie te waarde van 10k. Nou, ziet er mooi deze. Ja, nogmaals niet nieuw, maar wel, ja. Ja. Knappe auto toch? Wel een knappe auto. Uitlaatjes weer mooi op. Ik had alleen de volgende keer toch met slagroom gedaan. Ja, maar dat is een beetje. Voor die lange ritten dat niet. Oh ja, tuurlijk ja. En maar goed ook, we waren één file naar de andere file. Ja, ja, dat proef je wel, ja. Nou, wel een mooi ding toch? Ja, super. Dan kun je niks aan. Ik ben voor maar om 5 euro weg. Hoeveel? 5 euro? 5 uur. Oh, 5 uur? Ik moest hier en daar nog even lassen, dus de truck die staat onderweg. Mm. Halleluja. U
jullie bent de vader? Ja. Nou, leuk. Rick, aangenaam. Dag Gerard. Hallo Gerard. Dus we hebben vader, zoon, kleinkinderen. En de vrouw. En de vrouw. Sorry, wie? Zijn vrouw. Niet mijn vrouw. Oh. Nee, ja. Oh, sorry. Ja, wel even denken. Dus. Nee, inderdaad. Ja, nee. Dat moet even goed gezegd worden. Ja, dat moet wel even heel goed gezegd worden, ja. Niet met, oh, vieze vingers, oh jee. Kijk, de blouse gaat nog uit ook, kijk. Een eikel. Hey, toppetje, hè? Ik doe hem weer aan, als je het niet hebt. Ja. Ja, die spoort niet helemaal, zeg ik maar. Het is een boerenfries, hè? Laten we het daar maar op houden. Ga hem overschrijven. En dan ben ik benieuwd of dat hij in bezit blijft of zijn weg gaat vervolgen. Paul, we leven nog. Niet normaal. Nou ja, lijkt mij een duidelijk verhaal. Ja, mooi. Dan laten we even naar binnen gaan. Is goed. Wat jij vraagt? 57,5. 57,5, ja. Maar je weet zelf ook wel dat er wat werk aan zit. Hij moet een onderhoudsbeurt hebben, want hij geeft een inspectielampje. Ja. Hij rijdt wel goed. Maar hij rijdt goed, het is gewoon een dik apparaat. En je hebt gezien hoeveel emotie erin zit. Ondanks dat het een Audi is. Ja, maar de emotie is natuurlijk niet de prijs. Ik wil een bod doen van 35. Ja, Rick, 35 vind ik belachelijk. Hier met die camera erbij, dus dat slaat nergens op. Als je nou 50 zou zeggen of zo, snap je, dan komen we wel ergens. Maar 35, dan weet je zelf ook wel dat je nergens een R6 kunt kopen voor 35. En die paar vegen die erop zitten, dat maakt hem niet de helft van de prijs waard. Banden kaal, velg kapot, C-stukken verrot, achterbumper spuiten, voorbumper spuiten. Maar dat hoeft allemaal niet, hè. Kijk, die beurt heeft hij nodig, velg is beschadigd, maar daar rijdt hij niet minder om. En je hoeft die bumpers niet te spuiten. Ik heb met de auto meegereden, hij rijdt prima. Ik weet wat eraan moet gebeuren dus en ik weet ook wat het kost vandaag de dag. Ja, maar voor 35, Rick, had je niet hoeven te komen. Dat had je van tevoren kunnen zeggen, want gaan wij geen zaken voor doen. Het gaat niet gebeuren. Ik moet er ook weer een hoop geld in steken. Ja, dat moet je niet, dat wil je zelf. Ja, maar goed, daar sta ik onbekend natuurlijk, dat ik een auto niet zo aflever. Doe maar een beter bod. Nou, ik zou zeggen een roodje erbij, 1000 euro. Jongens, laat maar, dat heeft helemaal geen zin. 1500 dan? Nee, Rick. 35, 36, 37, daar gaat het nergens over. Ja, maar je vraagt 57,5, ik bied 35. Ja, ik heb er 47,5 voor betaald. Ja, dat wordt niks. Dat wordt helemaal niks. Dat wordt helemaal niks. Dat wordt helemaal niks. Mijn excuses nogmaals, maar ik ben altijd heel direct en ja, soms komt dat een beetje raar over misschien, maar... Ik snap dat jij graag... je hebt er nog werk aan en... Ik gok zomaar maar dat je hem weer gaat weggeven, dus ik snap ook wel dat je niet overprijs wil betalen. Nee, maar dit is prima. Ik heb er een poosje mee gereden, dus ik wil best wel afschrijving betalen, dat is geen probleem. Maar dat voorstel was ik gewoon niet... Maar nou is het goed. We hebben nu een ander voorstel, dus de hand op camera, dankjewel. Graag gedaan. En ik ga er iets moois van maken. Daar ben ik heel En nog dat poetspakket dan, hè? Dat was de deal. Dat was de deal, ja. Dankjewel. Dat was de deal. Dus dames en heren, bij deze zijn we een hele mooie R6 Rijker, die we inderdaad, zoals Pieter al raden, 2 juli aanstaande, jawel, aan een van jullie weg gaan geven bij een bestelling van boven de 100 euro. Het is een geweldige supercar waar dat zeker nog heel veel werk aan zit. Maar daar gaan we dus de komende weken een hoop tijd aan spenderen. Heel hartelijk dank voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en ook een reactie achter te laten. En wie weet word jij wel de eigenaar van deze fantastische supercar.